Tjeerd de Groot, jouw grote vriend. Odeur, daar gaat het over hebben. Ja, maar Tjeerd de Groot, die provoceert, hè. En die tergt de mensen. Die heeft eerst, hij was de eerste, ik zag het toen gebeuren die avond, dat hij zei dat de veestapel de helft weg moest. En daar is hij mee door blijven gaan. De boeren zijn allemaal in paniek. Tjeerd de Groot is de oorzaak van dat Caroline heel Nederland veroverd heeft. Mm-hmm. En op het moment dat alle partijen zich realiseren, nou, het volk is ontzettend ontevreden over ons. En zeker over D66 en Tjeerd de Groot, komt hij met een nieuwe gekkigheid, dat de stank overlast, dat moet ingedampt worden. Laten even kijken naar het debat, was goed, hè, gisteren. Jongen, met die man jongen, van het CDA vooral. Ja, komt hij. De geur, de odeur. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegen dat de geurwetgeving mensen onvoldoende beschermt tegen stankoverlast. Overwegen dat er gemeentes zijn die bouwplannen hebben waarbij bewoners aantoonbaar in de stank zullen zitten. Overwegen dat het RIVM binnen de bebouwde kom een geurnorm hanteert van 3 odeur. Van mening dat een overheid mensen die hun geld investeren in een nieuw huis niet in de stank mag laten zitten. Verzoekt de regering bij de aangescherpte wetgeving voor nieuwbouwgebieden uit te gaan van de bestaande RIVM-norm van 3 odeur. En gaat over tot orde van de dag. Ik twijfel weer aan de verstandelijke vermogens van de heer Tjeerd de Groot. Als hij deze motie indient, heeft de heer De Groot door dat dat betekent een bouwstop van minimaal 5 jaar, mogelijk van 9 jaar in Nederland. Maar waar gaat dit naartoe? Dat is een trio-deur dit. Trio-deur is dit al. Nee, maar die De Groot vindt het lekker om dit te doen, maar die De Groot die terroriseert heel Nederland. Ja, met zit de lucht aan. Dit is niet goed. Want ik bedoel, dit is toch belachelijk, Pieter, wat hier gebeurt? Ik bedoel, dan kun je gewoon een bouwstop eraan tegenaan gooien nu. He? Het is een beetje tegen de wind in naar roeien, zullen we zeggen, dit keer. Dat je weer allerlei nieuwe regels bedenkt, waardoor er nog minder gebouwd kan worden. En dan de volgende dag zeggen, ja, we hebben geen onderdak voor vluchtelingen. Jammer dat we de kinderen geen woning kunnen geven. Het lijkt wel of ze niet met elkaar communiceren, ik weet het niet. Maar ik begrijp ook niet dat D66 intern niet tegen hem zegt, het is nu even niet de juiste tijd om dit soort dingen te roepen. Nee. Laten we nu even rustig houden. Want volgende dinsdagavond gaat gebeuren. Ja, toch? Precies. Bij elkaar dat komen? Gesprek, dat moeten we nog voeren. En als je dit soort dingen gaat doen, hè, dan gaat het mis tussen de jongens maar in het kabinet. Het voordeel is dat de andere partijen, want ook de VVD die is uit zijn hoek gekomen, hè, die hebben ook een Duitse zakje gedaan, die pakken hem nu al aan. Ja. Maar het is echt, die man is een ramp voor Nederland.